ik denk ook als je hem nu in een Mercedes zet, dat hij het aardig goed zou doen. Dan zou hij niet zo makkelijk wereldkampioen worden. Maar hij heeft nu voor het eerst gewoon inderdaad de beste auto. En dat is iets wat Jos altijd heeft gezegd. Max wordt nog beter in verhouding als hij het beste materiaal heeft. Jos kent dat vanuit de kartsport. Want die gaf hem toen wel vaak het beste materiaal. Maar dan gaat hij nog twee keer vooruit, zeg maar. En dat is wat je nu ziet. Hij heeft gewoon de beste auto, het beste team. Het vertrouwen is er. De boordradio's, je hoort ze. Het is gewoon, dat is wel echt genieten.